Verstappen Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 11 mei 2016. Dat is het bulletin van woensdag. Vandaag is er weer morsen in de uitzending en ook een SSTV plaatje in PD50 geschikt voor de smartphone. Kenschap Telecom, goedemorgen. Goedemorgen. Help mij nog eens even, de middengolf, dat is voor de oudere jongeren nog wel te begrijpen, maar er zijn heel veel jongeren, wat is het ook alweer, die middengolf, wat gebeurt er precies op? Nou, de middengolfband, dat is een deel van het radiospectrum. Dat wordt gebruikt door radioomroep. En mensen zullen die middengolfband ook wel herkennen als de AM-radio. En met ons nieuwe beleid is het mogelijk om vanaf vandaag een vergunning aan te vragen voor uit te zenden op laag vermogen voor deze frequenties. En kunnen veel mensen hem nog vinden, die middengolf? Ja, ze willen wel natuurlijk, maar wordt er nog veel naar geluisterd? Nou ja, het is natuurlijk een kleinere doelgroep, want je hebt wel een oudere radio nodig, of je hebt in ieder geval een radio nodig die AM kan ontvangen. Dus de doelgroep is wel beperkt, maar er zijn uiteraard nog mensen die naar AM luisteren. En als mensen nu enthousiast worden, wie kunnen aanvragen vandaag? Nou, in principe kan iedereen aanvragen. Dus iedereen in Nederland kan een aanvraag bij ons indienen. Maar we verwachten dat het met name interessant is voor mensen die op heel lokaal niveau een radiostation willen gaan beginnen. Maar het kan ook interessant zijn voor bedrijven of voor sportverenigingen. Al dus een deel van een interview met Mirjam Suurmeijer van Agentschap Telecom vanochtend vroeg op BNR Nieuwsradio. Een link naar het volledige interview is onder andere te vinden op pnlete.nl. Ik heb begrepen dat er ook al op enige schaal gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag te doen. Ik moest AT toevallig vandaag ergens over bellen en het nummer was niet geblokkeerd door grote hoeveelheden vragenstellers over dit onderwerp. Hamdmr.nl, de site van Peter PA3PM, meldt dat de doorgaans goed ingelichte site van de VA3XPR meldt dat er een nieuwe dualbandzendontvanger in aantocht is voor 2 meter en 70 centimeter vanuit Oostenrijk. Betreft hier een gezamenlijk initiatief van de Oostenrijkse amateurvereniging OVSV, de Duitse DARC en IARU Region 1. De zendontvanger, een mobiel apparaat onder de generieke naam New Radio, is multimode en ondersteunt zowel D-Star, DMR als C4FM, oftewel System Fusion. Er is al eerder over dit initiatief bericht. Het doel van het initiatief is om aan fabrikanten het experimentele karakter van de amateurdienst duidelijk te maken. Men wil via dialoog met toonaangevende fabrikanten van apparatuur in de toekomst komen tot amateurapparaten die hieraan recht doen. Een redelijk spectaculair uitvloeisel is nu dat er al een foto van het betreffende apparaat gepubliceerd kon worden. De zendontvanger beschikt over een 1,8 gigahertz processor, een Linux besturingssysteem, een kleuren aanraakscherm en 50 watt output. Deel 15 van de serie over antennes gaat grotendeels wat dieper in op de details van de ongevoeligheid voor interferentie van de magnetische loopantenne. Dat maakt namelijk ook duidelijk in welke situaties de antenne wel of niet effectief kan zijn. Ik begin echter met nog een positieve eigenschap van de magnetische loop. Dat is de hoge Q-factor van zo'n antenne. Een bandbreedte van 10 of 20 kHz van zo'n antenne in de 40 meter band is een heel gebruikelijke waarde. Dat betekent in de praktijk dat zo'n antenne een uitgezonden FM-signaal van een gebruikelijke bandbreedte, dus vanwege de filterwerking van de antenne, al kan vervormen. Overbodig om te zeggen dat die filterwerking ook gunstig uitpakt voor de ontvanger die ernaast staat opgesteld of die erop aangesloten is. Niet alleen wordt de spiegelfrequentie alleen al door de antenne grondig onderdrukt, ook oversturing door sterke signalen van binnen of net buiten dezelfde amateurband worden al zodanig onderdrukt dat de ontvanger hierdoor minder te verduren heeft. Blijft natuurlijk wel het nadeel dat je zo'n antenne voortdurend opnieuw moet afstemmen als je kuur zwaai gaat. Maar goed, aan ieder voordeel zijn uiteraard ook weer nadelen verbonden. Maar goed, omdat een kleine magnetische loopantenne direct op het magnetische veld koppelt, waar andere antennes voor zowel het elektrisch als het magnetische veld gevoelig zijn, is de magnetische loopantenne relatief ongevoelig voor het elektrische veld van nabije bronnen. Dat kwam eerder ook al aan de orde. Er bestaan ook hertziaanse korte dipolen die precies een tegenovergestelde werking hebben van die van de kleine magnetische loop. Dit soort antennes werken uitsluitend op het elektrisch veld en niet op het magnetisch veld. Op golflengtes waar radiogolven zich bevinden zijn storingen die uitsluitend uit magnetische golven bestaan echter zeldzaam. De storingsonderdrukkende werking van de kleine magnetische loop geldt, ook al bevindt de stoorbron die dit elektrisch veld veroorzaakt zich vlak bij de ontvangstantenne. Het effect is even groot of de stoorbron nu op een halve golf afstand van de ontvangstantenne staat of pal ernaast.
Dit is een erg waardevolle eigenschap, want bijna alle traditionele stoorbronnen op dit soort frequenties, zoals vonkstoringen van bijvoorbeeld slecht afgestelde bromfietsen, corona-ontladingen, noem maar op, bestaan uitsluitend uit een elektrisch en dus niet uit een magnetisch veld. Echter, het elektrisch veld reikt in tegenstelling tot het magnetisch veld niet heel ver en dooft snel uit naarmate de afstand tot de antenne groter wordt. Een stoorbron die zich verder dan een hele golf bij de antenne vandaan bevindt, zal zich gedragen als een magnetische golf, of de oorsprong van deze golf nu elektrisch is of magnetisch. Een kleine magnetische loop zal daarom dus alleen stoorsignalen onderdrukken die zich op minder dan een hele golflengte afstand bevinden. Op 80 meter zijn dit dus storingen dichterbij dan 80 meter en op 40 meter dichterbij dan 40 meter, maar dat zal duidelijk zijn. Dit is echter niet zo erg. Kleine magnetische loops worden vanwege de grote afmetingen van full-size antennes toch al uitsluitend op de lagere frequenties gebruikt, waar een hele golflengte dus toch nog een flink oppervlak beslaat. You're listening to the Rain Report from www.therainreport.com. This is a spy radio in a suitcase, and this woman is carrying it. One of the things I discovered when I finally bought one of these things is that they're incredibly heavy. They have a very, very large transformer inside them, multiple voltage tap transformer. And so she was really struggling to hold on to this thing as she went up those steps, and you can see the frightened expression on her face. Well, it's okay if you take my picture, but don't show it to anybody. And here's a guy looking rather dapper on his bicycle, perfectly normal little knapsack with a normal looking little suitcase back there that happens to be a B-2 spy radio inside that suitcase. So it was an amazing time with these people running around with these radios. And of course they would set them up wherever they could. A bunch of spies set up in the woods, string up an antenna by just hooking it over a tree and transmitting machine gun at the ready if any enemy show up. Two machine guns in this case, and another group of people using a radio with a hand crank generator back there sending transmissions back to England. In America, we also had spies. This guy was masquerading as a ham radio operator. Surprise, surprise. I don't know his call letters, but you can see the Hallicrafter's radio over here and his pet dog over here. And he was just simply sending coded messages back to Berlin from New York City. We grew up at that time. I was about 5 or 6 when World War II was going on. So everybody was a spy. You looked around, you, that person looks like a spy, or that person looks like a spy. My grandmother was particularly good at that. She thought she could spot spies, and she'd look at people, and she saw one guy going in and out of a building very often. She said, he's a spy. I'm going to call the FBI. Can you imagine how many people called the FBI at that time? Well, it turned out she was right. And this guy was living on the top floor right in that apartment. I researched this thing, and he had a radio station set up there, and she actually participated in alerting them and capturing this German spy. So you never knew what was going to happen during the war. What kind of radios did these guys use? Well, they used a number of different kinds, but they again had to be rather well camouflaged. And there's an extraordinary book that covers all of the clandestine radios that were used during the war, most all. I think he's got maybe 95% of them by Louis Mulsti. And he has a wonderful website if you just Google Mulsti. His book is very expensive. It's about a $60 book, but on the other hand, it has hundreds and hundreds of pages of not only descriptions of spy radios, clandestine radios, but also circuit diagrams, which is kind of fun for those of us who like to read light reading. Here's another great book by Perquin, The Clandestine Radio Operators, and he shows a lot of pictures and tells a lot of stories about these guys, the pianists who were sending information back. The typical radios that were used, many of them were made in Britain, designed by British hams, surprisingly enough. This is a British spy radio called a Type A Mark II, a receiver and a transmitter and power unit and a classic telegraph key down in the front. It's a paraset designed to be dropped with paratroopers behind the enemy lines, so it's a little bit more rugged set. It's not hidden as well, although if you look, you can see the leather case that sort of encloses it. There are a fair number of these. There are many, many hundreds of them because they are out there. You can even find them on eBay occasionally.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30.